Ze zijn hartstikke boos, want ze mogen met hun scootmobiels de nieuwe bibliotheek in Tilburg-Noord niet in. En daarom reden ze met 12 man sterk toch gewoon naar binnen. Het is de bedoeling dat wij sowieso in gesprek gaan met de mensen van de bibliotheek, zodat wij weer met de scootmobiel naar binnen mogen. Voor de mensen die zelf niet kunnen lopen, staat er een rolstoel klaar. Maar dat is voor velen geen optie. Ik moet dan eerst mijn knieën weer buigen met opstaan. Dan weer mijn knieën buigen met gaan zitten. Dan naderhand moet ik weer opstaan. En ja, je blijft iedere keer je benen buigen. En dat doet gewoon verschrikkelijk pijn. Kan ik naderhand weer aan de pijnstillers. De bibliotheek laat weten dat er gewoon geen plek is voor scootmobiels binnen. En dat de rolstoel wel een goed alternatief is. Ze passen het beleid dan ook niet aan.